Hey, ik ben zelf nooit echt godsdienstig opgevoed, maar... Ik zat wel altijd op katholieke scholen. Dus ik kreeg wel altijd al die verhalen te horen over God en de duivel. En dat God dan de goede was en de duivel de slechte. God was perfect en alwetend. Hoe kun je nou alles weten als je perfect bent? Dan maak je toch juist heel veel dingen helemaal nooit mee. En dan ga je nooit keihard op je bek. De duivel is een gevallen engel. En leren doe je met vallen en opstaan. God weet misschien wat goed is voor de mensen, maar... De duivel die weet wat de mensen willen. Die is veel reëler, die staat dichterbij. Die is eerlijker. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. En de waarheid ligt in het midden. Hey, en sowieso, God is begonnen. Laat dat duidelijk zijn. Die is begonnen. Die heeft Adam en Eva geschapen. Toen voldeden ze niet aan zijn verwachtingen. Zijn ze uit het paradijs geflikkerd. Kregen zij de schuld. Terwijl mij dat nou typisch een geval lijkt van productaansprakelijkheid. Ja, maar dat is nou een raar verhaal. Adam en Eva. Bij Adam heb ik me altijd wel iets bij voor kunnen stellen. Zo, Adam, de eerste man, bang. Maar Eva. Als dat echt het paradijs was, dan waren er toch meer vrouwen. Kom op. Ja, en die waren er ook, man. Dat weet ik zeker. Er waren veel meer vrouwen. Veel meer. Eva, dat is gewoon een afkorting. En vele anderen...